De Voice Kids heeft zijn winnaar voor dit seizoen gekroond en het is niemand minder dan Sikoudani die met de titel naar huis gaat. Onder begeleiding van coach Pomlin Thijs wist Sikoudani een opmerkelijk parcours af te leggen in de talentenjacht. Het avontuur begon voor Sikoudani bij de Blind Auditions, waar ze iedereen wist te betoveren met haar optreden. Haar verrassende interpretatie van Opportunity van Kuvenzane Wallis zorgde ervoor dat alle coaches haar graag in hun team wilden hebben. Coach Pomlin zag meteen het potentieel in Sikoudani en aarzelde dan ook niet om haar aan haar team toe te voegen. Jouw stem is een heerlijke mix van pop en musical. Het heeft me diep geraakt, verklaarde Pomlin vol trots. Gedurende het hele seizoen wist Sikudani indruk te maken met haar unieke sound. Zowel tijdens de knockouts, waar ze iedereen omverblies met een krachtige vertolking van The Winner Takes It All van ABBA, als in de halve finale, waar ze betoverde met Part of Your World, wist ze keer op keer te ontroeren. In de spannende finale liet Siku Dani als ware artiest zien wat ze in huis had. Met het pittige tattoo van Lorraine zorgde ze voor een energiek optreden en als kers op de taart sloot ze groots af met de tijdloze klassieker I Will Always Love You van Whitney Houston. Coach Pomlin kon niet trotser zijn op haar pupil. Sikudani doet me denken aan mezelf toen ik klein was en hoe ik naar muziek keek. Ze brengt een bepaalde fan naar het podium. Ze is een heerlijke meid. Altijd aan het lachen en het was heerlijk om met haar te werken. Kortom, ze is de verdiende winnares van dit seizoen. Met haar overwinning heeft Sikudani bewezen dat ze een veelbelovend talent is en dat ze een glansrijke carrière in de muziekwereld tegemoet gaat. We kunnen niet wachten om meer van haar te horen en haar verdere succesverhaal te volgen. Gefeliciteerd, Sikudani.